dan zeggen we gefeliciteerd! Wat heb je gehoord? Hij gooit je af. Lang zal die leven, lang zal die leven. Lama's, tafelkleed, cadeautjes. Hier hangt een mooie vijf met een lama en controller en Fortnite, et cetera, ballonnen. Eli! En dan zeggen we gefeliciteerd! Vind je het leuk? Vind je het leuk? Ja? Vind je het ook mooi? Dan hebben we dat ook niet gezien. Ja, die piata. Ja, die piata erover. Oh, cadeautje. Oh, die. Wat dan? Lekkers. Lekkers? Ja. Wat dan? Oh, sushi snoep. Lekker? Ja. Wat heb je nog meer, schat? Die. Die gaan we eerst die? Zo, hij laat het grootste cadeau gewoon staan. Hij begint gewoon met het kleinste cadeau. Hé, hey, valt het zo? Kijk, kijk, kijk. Aan de zijkant zie je wat het is. We hebben zo'n knutsel tekenset. Leuk? Ja. Ja? Oké. Okay. Go Eli. It's your birthday. It's your birthday. Wow, wat is dat? Kan jij? Ja. Kijk, we hebben een afstandsbestuurbare auto. En deze kan door het zand en door water. Ja, heel erg, Eli. Ben je er blij mee? We gaan eerst even eten, want Eli moet dus ook naar school. Het is vandaag gewoon dinsdag. We hebben ook hele leuke tractatie gemaakt. Die gaan we zo ook aan Eli laten zien. Jongens, we hebben heerlijk gegeten. Tijd om even de haartjes ook fresh te maken. En tijd om de tractatie erbij te pakken. En de tractatie staat in de koelkast. Ik heb namelijk eieren in de koelkast. En nee, niet normale eieren, maar we hebben surprise eieren. Kijk hoe leuk. We hebben ze even in de koelkast gehad dat best wel warm is. En om te voorkomen dat die gaat smelten, hebben ze er even in gedaan. Wat vind je daarvan, Eli? Vind je ervan? Leuk, hè? Even allemaal hierin doen. Zodat Eli straks een leuk mandje heeft om ze in uit te delen. En voor de juffrouw hebben we een chocolaatje. En voor de lerarenkamer hebben we gewoon lekker een bak koekjes. En dan mag je... Eli mag vandaag voor het allereerste keer tracteren. Ja. Want toen hij vier was, ging hij ook niet naar school. Hij mag voor het eerst tracteren. Yeah. We hebben de eerste dilemma als vijfjarige jongens. Eli is namelijk 5 jaar. En nu je 5 jaar bent, pas jij deze niet meer, hè? Nee. Gisteren wel, toen je 4 was. En toen je 5 was, vandaag past hij opeens niet meer. Nou, wat apart. Wat gek. En die? Die past. Gelukkig had ik laatst nog nieuw gekocht. Nou, gelukkig. Nou. Wel goed uit vandaag. Nu die 5 is, jongens. A few moments later. Oh, echt serieus? We hebben gewoon nog een mannetje die gewoon problemen maakt met schoenen. Hier, dit is echt niet normaal, hoor. Ja, maar ik denk ook dat komt omdat het gewoon open schoenen zijn. Ja, dat vindt hij gewoon niet leuk. Het is super warm. Wow, als hij zijn schoenen aan heeft, dan moet je kijken of hij mee gaat lopen. Hij gaat gewoon niet mee lopen. Kijk. Mia, ga je mee? Ga je mee, Mimi? Moet je stappen? Mia! Hij verdoelt, het gewoon om te gaan lopen. Ja, ze zitten goed, het zijn hele soepele schoentjes. Kom! Kijk, hij doet het gewoon niet. Hij wil gewoon niet lopen. Kom! Oké, het is gelukt. Ja, zoals ze zeggen, de aanhouder weer. Check hem. Mia's, ben je er blij mee? Mooi. Hij zegt geen ja. Hij zegt altijd ja. Wij zijn dus even de deur uit. Wij gaan nog even het laatste spullen halen voor de verjaardag. Eli heeft het sinds vanmorgen alleen maar over een taart. Hij lust geen taart. Ik zeg, wat voor taart wil je dan? Hij zegt een slagroom met slagroom. Dus ik hoop een geschikte taart te vinden met slagroom. Oké, we zijn in de winkel en het is even een melkbal. Mia's wil er voor het eerst uit. Oh, wat heb jij gepakt, Mia's?
Wie heeft een mooie auto gezien? Oh, hij denkt, is hier één speel. Gaat ermee zitten. Nou, hij is een plekje hier gevonden hoor. Midden in de plek hier, Mimi? We hebben nu de ultieme test. Probeer dat terug te leggen, de vakken, Estra. Zo. Het speelkwartier is open. Oké, okay, die lukt. En die ander? Kom maar. Nee. Ik denk dat we echt moeten halen. Die moet je sowieso meenemen. Dit is wel echt, hij is zo gek op aan. Oh, en hij gaat weer liggen. Echt, wat heb je gehoord? Hij gaat zo achterover. Oké, nu moeten we... Die nemen we mee, Estra. Je hebt geen keuze. En even voor duidelijkheid, dit betekent niet dat hij altijd nu wat gaat krijgen als hij midden de winkel achterover gaat gooien en boos wordt. Maar goed, het is de eerste keer en hij is zo gek op auto's en het mag ook wel een keer. Alleen is hij nu een beetje boos, want hij snapt het niet. Dus hier de winkel spelen. Oh ja, en we kwamen voor taart. Altijd. We kwamen hier voor taart. En nu? We kunnen het. We kunnen het. Nog even wachten, ja? We kunnen het aan. Box. 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 Oh, we zijn geslaagd. We hebben hier ook een taart. En ik ben echt benieuwd of hij het gaat lekker vinden. We hebben wel een speciaal taartje gehaald. Het heeft zo lang geduurd om alleen even taart te halen. We zijn thuis en kijk daar! Onze jarige met zijn mooie feestmuts. Was het leuk het trakteren? Ja. Ja? Vond ze het leuk? Kijk hoe blij die is. Oh, schatje, schat, mama! Fijn jaar! Mias ligt nog steeds te slapen. En voor ons is het nu even tijd voor de ultieme test. Sarah, ben je klaar voor deze? Ben jij klaar voor deze? Ik hoop het. Oh nee. Wat is er? Kijk dit. Hij is helemaal compleet verwoest. Ik heb het laten vallen. Nee, je niet. Nee, ik heb echt verhoord. Nee. Sarah. Zit, die lag er al af, heb ik er maar net opgedaan. Nu wordt het sowieso gebracht. Nee, nee. Weet je, hij was ondersteboven gevallen. Hij was serieus ondersteboven gevallen. Oh. Oké, okay, kom, gaan we. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven. Doe eens mee. Gloria. Goed zo. Gloria. In de gloria. U de piep. Hoera! Hoera! Piep! Hoera! Er is er een jarig, hoera! Nee. Nee. Oké, okay, iedereen blazen maar! Yay! Yeah, applausje! Yay! Yeah. Maar, de vraag is, wat vind je van de taart? Nee. Oh, yes! Gelukkig. Yes, 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 we deden jullie nog! Oké, we hebben lekker een tofstaartje. Iedereen, we gaan even lekker een bakje eten. En natuurlijk op een mooi Fortnite bordje. Ja, dan kan het eigenlijk ook misschien toch wel niet misgaan. En nu is de grote vraag, gaat hij het lekker vinden? Vindt hij het lekker? Lekker? Ik heb hier nog meer slagroom. Oha! Is dit zo goed? En besef even dat Mia's gewoon nog doorslaat tussen al deze vier. Oh, zo, gaat er goed in. Ik denk dat hij die heeft gekozen dat daar het meeste slagroom op zit. Ik denk het ook, en heel veel chocola. Nou, hij een taart, bossenboltaart, die Sarah voor zichzelf had gekozen taart. Maar die ik uiteindelijk niet krijg, maar dat ik die van hem krijg, terwijl ik geen zin in tompoes heb. Want ik heb zin in bossenbol, maar de bossenbol is afgepakt en nu moet ik tompoes eten. Terwijl ik geen zin heb in tompoes, moet ik toch maar gaan eten. Nou, ik doe het maar. Eet smaak allemaal. Oké, Mias is ook wakker en het is even tijd om het cadeau uit te testen. Wow! Kijk, met mijn blote voeten. Wow! Oh! Oh, nou hij is goed bestendig tegen een aantal flink klappen. Doet hij het nog of niet? Oh jawel. Oh, oh, Ile, één keer heel hard, rechtdoor. Twee tegelijk. Afstand. Nee, ga je alleen tot 10 uur. Oké, tijd voor een ultieme test. Oh, oh! Oh, alles erachteraan. We hebben er trouwens nog eentje, want Delraan heeft er ook één gekregen. Want vorig jaar kreeg Ila ook een kwad op zijn verjaardag, dus dit keer ben jij ook verwend. Dus we gaan eens even kijken zo, misschien als Sarah eventjes bestuurt, hoe hard hij nou eigenlijk gaat. Want ja, dit met Ila schiet ook niet op. Je moet hem omdraaien, schat. Omdraaien, andere kant, en dan heeft hij, ja, kan hij rijden. Wauw. We gaan weer. Nou, ook de andere is inmiddels aan.
Jeetje. Oké, ze gaat één keer... Oh, dat is wel vet. Ga eens één keer even recht. Volgens mij gaat hij best wel hard. Ja, oké, 1. 2. Ja, is op zich wel een bots. Kijk, Mias. Oh, nee, niet tegen Mias. Oh, Sam! Oh, nee, Mias geen pijn, wat een kapot pijn. Nee. Mias zit ook gewoon echt tegen die auto's te praten. Hij vindt het echt leuk. Wow. Oh, Sam! Hoe heeft hij geen pijn? Kijk hem staan. Het ziet er zo droog uit. Eli, niet Mimi. Eli, ben je uitgespeeld? We hebben iets heel leuks voor jou. We gaan ergens heen. Ga je mee? Waar? Ja, dat ga ik niet zeggen, anders is geen verrassing. Ga je mee? Ik weet het. Wat dan? Pistool. Wat? Pistool. Ik weet niet of jij dat hebt gehoord, maar op zoiets lijkt het wel. Kom. Eli, waar gaan we heen naar de? Ik ga het even kapot. Sushi! 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 Oh. Met papa dit willen. Sushi! Welkom in het leven van een vijfjarige. We zijn aangekomen naar de bioscoop. Dat is echt voor het eerst sinds een jaar of zo. Voor de Mias werd het de allereerste keer bioscoop trouwens. En wij zijn nog steeds, zoals altijd, gewoon te laat voor de film. De film draait nu al, maar goed, gelukkig is eerst reclame. Het lukt ons gewoon niet. Wij komen nooit op tijd voor de film. Hebben we wel een beetje zin in de film? Ja! Jij dan? Ja. Weet je wat het eten? Nou? Sushi letten. Sushi? Ja. Ja, die heb ik stiekem meegenomen. Shh. We hebben stiekem ons eigen snoepje meegenomen. Zijn we al te laat? Krijg ik nog de instructie om te wachten omdat hij... Ha, doei. Alleen in wil. Geen probleem, we hebben alle tijd, joh. We zijn niet al 10 minuten te laat inmiddels. Oh, echt 10 minuten, jongens. Ah, here we go. Error, we zijn al te laat. Maar deze wil nog gaan snoep scheppen. Terwijl we eigenlijk al stiekem een snoepje mee hebben. Ik zie Starbucks koffie, ook wel lekker. Wat gaan we doen? Weet je... We hebben alle tijd, joh. Ja, oh, joh. We gaan wat wil jij? Oh ja, natuurlijk snoep scheppen. Ja. Weet je wat we naar doen moeten? Ja, nou, we hebben van alles gehaald. Ik heb letterlijk... Wacht, ja, loop nou. Hoe bedoel je? Loop nou. Lopen. Jongens, jeetje. Die film is echt serieus. Ik kan mezelf... Je moet mijzelf... Oh. Ja, dank je. Ik had dus een drinkje onder mijn nek. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Kijk, deze. Hé, hey, wat was dat? Oh, wat is een hond of zo, joh? Maar we hebben dus de food. We hebben nog een paar kleine snoepjes erbij. Drinken, koffie. Met deze bak popcorn moet het wel goed gaan komen. Nee! Nee! Wat is dat trouwens? Doe het nog één keer? Nee, hij nee, dat mag niet. Foei. Nee, mag niet. Slecht voorbeeld. Wat is dat voor? Het is een soort hond of zo die blaft. Wie verzint dat nou? Zo. Waar moeten we zitten? Weet ik veel. Waar is de deur? Jeetje, hier. Tam, 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 tam. Baby is er te laat. Ja, dat dacht ik al. Hij is al begonnen. Oh, oh, oh. We zitten. Heel veel plezier. Je hebt popcorn. Oh, je hebt popcorn gevallen. Nee. Ja. Nee. Nee. Is de popcorn gevallen? Waar is mijn popcorn? Oh nee, toch een paar. Oké, okay, we gaan er lekker kijken. Shh. 2 hours later. Nou, de film is afgelopen. Tenminste, half. Maar het licht staat al aan. En Mias heeft het volgehouden zonder te huilen. Hij heeft popcorn gegeten, een paar chipjes, rozijntje. Alleen ja, ik had dus mijn popcorn... Nee, niet van de hond eten! Ik had dus mijn popcorn per ongeluk laten vallen. Ik zag niet dat hij er lag en toen ja, lag het allemaal popcorn. En, ja. Vond je het leuk, jongens? Ja. Maar voor het eerste keer goed gegaan. Heel eerlijk, een bioscoop. Ja, door ik val nog een keer eten met popcorn. Op deze reis, want het kind vloog daar. Oh, nou, hij is in ieder geval doorgekend. Hij helpt niet, maar daar ligt nog meer popcorn. Nee, één ding. Weet je wat is bij ons? Bioscoop bedrijf. Echt op deze plek. Alleen op eten. Echt, ze zijn alleen bezig met eten, drinken, snoepje en zo. Hier, nog steeds eten. Jawel. Belangrijk! Wij zijn de door! Kijk, Mia's hoofd. Nee! Oh!
hoeveel eenden hier zijn. Maar ganzen, kijk eens, ganzen. Kijk dit, wacht, stop! Wow, er komt er nog meer. Ze hebben ook, hè? Hij heeft een ketting om. Kijk hoeveel. Oh, ze blijven stilstaan midden op de weg. Kijk eens, weet je niet wat. Hij is een poepende. Wij zijn weer heerlijk thuis. En Eli is lekker aan het spelen met wat verjaardagsspeelgoed of de tekenset die hij had gekregen. En Eli, jij mocht één ding kiezen wat je graag zou willen eten vandaag. En wat had je gekozen? Aardappelkroketjes. En ik vroeg ook, wat wil je erbij? Dat maakt hem helemaal niets uit, zolang er maar aardappelkroketjes op het menu stonden. Dus die ga ik zo meteen maken. En ja, toen goed, toen kozen Deborah, Sarah en ik natuurlijk ook om er een heerlijke barbecue bij te maken. Of, oh wacht, dit ruikt nog niet zo heel erg. Vandaag heb ik, kijk trouwens, onze home gym, hoe die eruit ziet. Is echt een opslagruimte. Maar goed, er staan ook allemaal spullen bij voor de verjaardag. En er staan ook spullen bij die ik vandaag eigenlijk allemaal heb gekocht. Terwijl ik die niet hoefde te kopen vanmorgen bij de Action. Maar ik had nog iets leuks gekocht. En ik denk dat Mias deze beddenblaasmachine wel heel erg leuk gaat vinden. Tijd voor bellen in 3, 2, 1, go! Wow! Kijk. Wow! Yay! Yeah! Wow. Oh! Kijk, hand in de lucht. Wow. Oh, kijk hoe leuk. Ja, dat is leuk. Wauw. Kijk Mimi. Oh, hij is achter die bellen aan het trekken. Kijk, we gaan bij Mimi nu, kijk. Wauw. Zo, nu. Wow. Kijk eens aan aardappelkroketjes. Aardappelkroketjes voor de jarigen. De rest ook heerlijk op tafel. En hier, heerlijk. Maar, er komen natuurlijk ook donuts. Niets voor niets op verjaardagsbarbecue, hè? Donuts op de barbecue. Zo, Eli, lekker maaltijd. Ja. Kijk hoe blij die is. Hij heeft zijn muts erop gezet. Maar niet alleen Eli, maar ook Bias. Volgens mij is dit ook zijn lieveling. Lekker! Hier zo lekker willen genieten van ons eten. Mag met Esther opeens. Als je niet tegen voeten en tenen kan, spoel even zo 30 seconden verder. 30? Nee, 10 seconden. Okay, nou, 10 seconden vanaf nu. Ja. Oké. Okay. Kijk zo'n zieke blaar zij heeft. Kijk die blaar. Nooit zo. Ik ook niet. Dat zit helemaal onder. En ik zit hier met een blaar. Ja, is genoeg. 10 seconden is voorbij. Voor het eerst weer hak aan, maar... Ben je toch benieuwd hoe het is? Spoel even 10 seconden terug. Ik ga voor een naald zoeken, die moet ik door. Ja, nu niet. Gadverdamme, nee. Nee, ai. Gadverdamme. Nou, ik ga lekker... Ik wou dus zeggen, ik ga genieten van mijn heerlijk eten. Genoeg viezigheid, maar over naar wat heerlijks. Laat zien, Nessa. Wat heb jij? Hier, mag even ijs verpakken. Kijk, dan... Het is een beetje warmer ding dan aardbei, maar gewoon... Ze hebben aardbei op de barbecue gegooid. Ja, hij wordt eigenlijk alleen zacht. Maar... Oké, maar Nessa, over naar het meest perfecte. Waar zei ze? Ik heb dus weer donuts erop gegooid. Kijk hoe gruwelijk lekker. Maar kijk dit. Donut met Nutella en aardbei. Nee, donut. Barbecue. Barbecue donut met... Oh. En? Nee. Wat? Nee. Taste test. Oh, en even voor de duidelijkheid. Oh, wacht even. Eerst even, ja. Die donuts doe je er dus pas op wanneer de barbecue al echt, zeg maar, hè, dat... Oh. Is afgekoeld. Nee, als de barbecue een beetje is, hoe noem je dat? Gedempt met vuur. Als die nog een beetje warm is, dan wel. Ja. Zo niet normaal. Ik geef toch een 10. Toch wel, ja. Ik zie het hele moeite. Oh ja. Nee, nu krijg ik hem ook niet meer. Inmiddels is Eli ook aan zijn donut. En wij gaan deze heerlijke maaltijd dus afsluiten met een heerlijke donut. En afsluiten van deze video. We hopen dat jullie hebben genoten van deze verjaardag. Dus vergeet niet duimpje te doen voor Eli's verjaardag. En te abonneren als je dat niet bent. En dan zien we je volgende keer weer in een nieuwe video. Doei! Doei!